Een winkel vol met sieraden. Allemaal prachtige insecten. De ene nog mooier dan de andere. Veel vlinders komen uit warme landen, zoals deze grote hier, de maanvlinder. En deze schitterend gekleurde vlinders. Soms lichten ze haast blauw op. In ons eigen land kun je trouwens ook mooie vlinders tegenkomen. En dit is een koninginnenpaasje. En dit is de heel erg zeldzame grote vuurvlinder. En zelfs 's avonds vliegen er nog mooie vlinders rond, zoals deze hier, een avondrood. En dit is een doodshoofdvlinder. Meer kans heb je om dagvlinders te zien, zoals de Atalanta. En de kleine vos, of de oranje tip, of een gele citroenvlinder, of een dagpauwoog. De meest voorkomende Nederlandse dagvlinder is het koolwietje. Ja, het is natuurlijk een beetje jammer dat al deze mooie vlinders dood zijn, want levend zijn ze eigenlijk nog mooier. Dit zijn vlinderstruiken. Zo'n vlinderstruik is een soort vlinderrestaurant. Van heinde en verre komen de vlinders hier gratis nectar halen. En als ze er toch zijn, kunnen ze meteen gaan paren. Na de paring gaat het vrouwtje eieren leggen. Die plakt ze met haar achterlijf vast op een geschikt plantenblad. De eitjes zijn maar klein, maar ze zien er wel mooi uit. Het lijken wel kleine potjes met een dekseltje erop. Binnenin zo'n eitje ontwikkelt zich een rupsje. Als het zover is, vreet het zich een weg naar buiten. Door het gat kruipt het harige rupsje met zijn enorme kop naar buiten. Een vlinder legt een heleboel eitjes. En uit een heleboel eitjes komen een heleboel rupsen. En al die rupsen vreten en vreten. Ze groeien snel. Maar het rupsje heeft een probleem. Zijn vel groeit niet mee. Zijn jasje wordt te nauw. Dat probleem lost hij zo op. Het oude vel wordt afgestroopt en een nieuw, wat ruimer vel zit er al onder. Nu kan de rups weer gaan eten, groeien en opnieuw vervellen. Dat doen ze een paar maal. Ten slotte breekt de laatste vervelling aan. Daarom gaat de rups op zoek naar een veilig plekje. Die vindt hij hier, ergens tegen een muur. Daar spint hij een veiligheidsgordel om zich goed vast te zetten. Als de gordel klaar is, wordt de laatste rupsenhuid afgestroopt. En uit die huid komt nu de pop tevoorschijn. Die pop zit stevig aan de muur vast. De restjes rupsenhuid vallen naar beneden. De pop blijft een hele tijd zitten, soms de hele winter door. Binnenin die pop gebeurt intussen van alles. Er ontstaat een vlinder en die wil eruit. De pop barst dan open. De vlinder worstelt zich naar buiten. Dat valt niet mee. De poten zijn er al uit, de lange sprieten ook. Nu nog de vleugels. Dat lukt ook. Trekkend en wiebelend komt de vlinder helemaal los. Het enige wat nog moet gebeuren, de vleugels moeten worden opgepompt. Als dat ook gebeurd is, is er een nieuw koolwitje dat even uitrust en dan de wijde wereld in mag vliegen. Mestkevers vind je overal waar mest is, dus ook in Nederland. Ze zijn erg nuttig, die kevers, want ze helpen mee de natuur vrij te houden van mest. Er zijn een heleboel soorten mestkevers en hier zie je er een paar van. De namen staan erbij. Maar wat moet je nou met al die namen? Geotrupus stercorarius staat hier, bijna niet uit te spreken. En hier een Aphodius contaminatus. Heel interessant natuurlijk, maar alweer erg moeilijk. Nou, zulke moeilijke namen noem je wetenschappelijke namen. En het mooie van die namen is dat deskundigen overal in de wereld dezelfde namen gebruiken. Zo weten ze altijd wat je bedoelt als je het hebt over een Aphodius contaminatus.